Hallo allemaal, vandaag nemen we jullie mee naar een nieuwe functionaliteit binnen XRT. Jullie zijn gewoon om aan de rechterkant te kiezen voor Online Toolkit, knop Creëer en dan de naam te geven van je leerobject. Dat wijzigt sinds vandaag iets. In die zin, je blijft klikken op de Creëerknop, maar je krijgt een keuzelijstje boven waar je de naam van het leerobject ingeeft. Standaard betekent daar dat je, net zoals vroeger, eigen leerpaden maakt met de keuze welke paginatypes je gebruikt, welke interactiviteit je toevoegt en zo verder. Wil je naar snellere leerobjecten gaan, dan hebben wij een aantal schablonen voorzien. Samen met het Delton College in Nederland zijn een aantal schablonen klaargemaakt die dat jullie kunnen aanduiden, een naam geven aan je leerobject en beginnen invullen. We hebben gekozen voor bepalen van voorkennis, een casus oplossen, flipping classroom, formatief toetsen, een begrip leren in 5 minuten, praktische vaardigheden en toetsen om te leren. Als ik nu kies om bijvoorbeeld leer een begrip in 5 minuten te gaan aanmaken, klik ik daarop. Ik geef dat een naam, demo leren bijvoorbeeld, en ik klik op creëer. Het leerpad opent zich en je zal merken dat de pagina's klaarstaan in de structuur. Je merkt ook dat sommige pagina's een grijs cirkeltje met een kruisje in hebben, zoals hier bijvoorbeeld colofon en mijn resultaat en bovenaan start en inleiding. Dat betekent dat die pagina's niet meetellen voor de voltooiing. Dus het maakt niet uit hoe lang iemand op die pagina blijft. Ze tellen niet mee in het eindscore. Wat kan je gaan doen? Je kan hier bijvoorbeeld leer een begrip in 5 minuten uiteraard gaan aanpassen naar je eigen noden, het logo aanpassen en de verschillende paginatypes doorlopen. Bijvoorbeeld bij inleiding ga je merken dat het met subpagina's en hier staat hier de naam van het onderwerp. Daar bedoelen we mee van dat moet je zelf gaan invullen. En naam, begrip en zo verder. Dus je zal dat moeten doornemen en hier en daar zaken gaan aanpassen. Het grote voordeel is ook, doordat die pagina's al klaarstaan en je kan klikken op toon, dat je ook het leerpad, de structuur die dat wij hebben voorzien, kan gaan doorlopen. Zoals je merkt, kan je hier al zien dat we de titel moeten aanvullen. Een beetje verder door, hier jouw naam moet komen staan als begeleider. Dit blijft een lege pagina. De video zal je moeten aanpassen. De tapjes ga je moeten aanpassen. En zo verder. We hebben ook een foto gezet van upload hier je eigen afbeelding of teksten. En zo verder. Dus het is een soort van invulschabloon geworden. Waarbij we hopen dat jullie veel tijd gaan winnen. Op deze manier met het creëren van leerpaden. Uiteraard hebben we ook voorzien van een... We hebben voor jullie ook een PDF voorzien met meer achtergrondinformatie bij de verschillende schablonen. En die kan je terugvinden op klassement. Als je op klassement gaat zoeken naar XRT schablonen, dan zal je dit leermiddel vinden. Je klikt daarop, je krijgt enerzijds achtergrondinformatie, welke er op dit moment al ontwikkeld zijn, hoe de ontwikkeling is tot stand gekomen. En via de knop Bekijk kan je de PDF met 7 verschillende schablonen bekijken, waarbij dat we het zeggen hoe dat het werkt, wat dat de studenten eraan hebben, wat de leraar eraan heeft en ook welke vorm van de taxonomie van Bloom er aan bod komt. Dit kan je daar gaan terugvinden en gaan downloaden. Veel succes ermee en wij hopen dat jullie op de leermiddelen zeker en vast gaan reageren en wij kijken alvast uit naar al jullie feedback.